Het is tijd om te gaan vertellen wat we bij GameKings allemaal het komend jaar willen gaan doen. Uh, laten we even duidelijk zijn, zo'n update, dat vind ik gewoon, dat hoort hè, naar jullie toe, naar de kijkers. Um, we draaien gewoon lekker. Steeds meer mensen kijken onze open items. Steeds meer premium bazen sluiten zich aan bij de Premium Army. En onze streams worden ook steeds uh, beter bekijkt. En we zijn daar extreem dankbaar voor. Het geeft ons een enorme boost. Um, ook juist in deze. Weer, de tijden, om toch gewoon vol te gaan kijken hoe we dingen nog leuker, beter, vetter kunnen maken uh, dan het al is. En de afgelopen weken hebben we daar volop over gebrainstormd met elkaar. En ik denk dat het tijd is om nou, te gaan vertellen waar het naartoe gaat. Wat kunnen jullie de komende maanden gaan verwachten? Het is niet microniveau, jongens. Dus we weten nog niet wat we met de E3 gaan doen en of we nog wel of niet op trip gaan. Dat, 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 dat is allemaal buiten onze handen. Maar het wel. Het geeft wel een beetje een roadmap aan en wat we willen aanpassen. En hopelijk vinden jullie dat dermate vet um, dat de zin uh, om te gaan kijken alleen nog maar groter gaat worden. Um, we hebben allerlei nieuwe, leuke ideeën en toevoegingen bedacht voor eigenlijk alle drie de platformen die we hebben. En voor die platformen bedoel ik dan even. De website zelf, zeg maar, het open gedeelte wat iedereen kan kijken. Natuurlijk de premium content. De premium basis die ervoor zorgen dat wij met GameKings kunnen doorgaan met dat wat we zo graag doen. Namelijk vette content maken over games en geek culture. En Twitch, ons streamkanaal waar we ook steeds meer content op neerzetten. Voor al die dingen hebben we wat, denken wij, leuke dingen bedacht die wij nu aan je voor gaan stellen. Laat ik even beginnen. Met uh, de open items. Um, altijd belangrijk, dat is altijd bij GameKing zo. En dat is altijd, altijd geweest. Dat we in principe niet opeens hele dingen weg gaan doen en weer andere dingen voor in de plaats. Dat wat werkt, dat wat iedereen tof vindt, dat blijft gewoon bestaan. De einde van de week. De, de brieven maandags, de reviews, de previews, de let's-plays. Uh, noem maar op. Dat gaat gewoon allemaal lekker weer terugkomen. Het is on top of. We willen gewoon af en toe weer even, ook voor onszelf, wat nieuwe dingen doen. Gewoon omdat. Ja, dat haalt de sleur misschien een beetje weg. En ik denk ook um, wat voor kijkers vooral heel erg leuk is: dat er weer wat verrassing af en toe in zit. En een van die dingen die we gaan doen, um, en voor iedereen zichtbaar en beluisterbaar is in deze, is de vervanger van FilmKings. Um, en dat is grappig, want FilmKings was natuurlijk altijd een premium item, maar het verhuist nu naar het open kanaal. En dat heeft één reden: en dat is natuurlijk gewoon dat het een. Podcast mede gaat worden. Dus je kan er gewoon lekker naar gaan luisteren. Uh, en je kan ernaar gaan kijken. En dus komt dat op het open kanaal. Hoe moet je het even voor je zien? Want uh, dit is iets waar we gewoon mee gaan beginnen, zoals we altijd doen. En dan zul je zien dat er in de komende maanden dingetjes veranderen. En dat het steeds beter. De chemistry beter gaat worden. Maar de basis is feitelijk even. Een gewoon een nerd culture uh, die elke week uitkomt en noem het dan maar even een nerd culture light dan zou je kunnen zeggen ja maar dat lijkt dan toch op filmkings want je weet het nerd culture dat is koos en dat is jelle en die houden gewoon heel erg van van de superhero shit. Um, ja van, van de nerd stuff en filmkings de naam filmkings dat heeft het in zich om 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 het idee te geven dat het over alles wat uitkomt op films, dat het daar om gaat. Alles wat in de bioscoop te zien is. Of het nou de, 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 de commerciële bioscoop is. Of zeg maar wat meer de, de, de arty uh, bioscoop. Hè, de art, uh, de, de movie houses. Um, dat is niet zo. Het was natuurlijk gewoon vooral superhero shit. Dingen die Koos en Jelle tof vinden. En dat gaat Nerd Culture zijn. De naam ja, dekt gewoon zo ontzettend goed de lading. Want het zal niet alleen over superhero films gaan. Het gaat ook over superhero series. Het gaat ook over comics. Het kan over manga gaan. Het gaat over anime gaan. Het kan over figurines gaan. Het kan over alles gaan. Wat Koos en Jelle qua geekstuff tof vinden. Nou, en dan heb je dus de nerdculture light. Dat is gewoon wat zijn de topste trailers? Wat is er uitgekomen die week? Is er bepaald nieuws van een. Ja, wat het ook is. Uh, wat we kunnen behandelen. En zo af en toe zal dan ook een nerdculture XL komen. En dan moet je meer denken aan een. Een speciaal onderwerp, of bijvoorbeeld, er is een hele toffe gast die vanuit dat de, de nerd scene uh, komt om uh, te vertellen over waar hij of zij mee bezig is, en dan, uh, dan wordt daar t, ja, dan zit een, dan is een interview een onderdeel van de nerd culture. Dat zal die waarschijnlijk ook iets langer gaan duren, dus dat wordt open, dat kun je gewoon met z'n allen bekijken. En ja, laten we eerlijk zijn, we zijn met z'n allen een beetje nerds en geeks bij GameKings. Dus ik denk en ik hoop dat jullie dat hartstikke leuk gaan vinden. Dan premium. Daar gaan wel echt wel een aantal dingen uh, toegevoegd worden. Uh, de premium army groeit. We zijn super dankbaar daarvoor. En um, dat geeft ons ook de motivatie om jullie, ik wil nooit praten over nog beter te bedienen. Want dat lijkt het erop dat we hier, je hiervoor ...slechter bediende, maar je leert weer nieuwe dingen... ...er komen weer nieuwe dingen op je pad... ...je krijgt weer nieuwe ideeën... ...en die wilden we toch vorm gaan geven... ...in de vorm van nieuwe content, nieuwe rubrieken... ...zodat je ook wat vaker... Uh, ...ja, die verrassing, ik, ik denk dat dat belangrijk is... ...de dynamiek bij premium, die waarderen jullie heel erg... ...dat er elke, elke maand weer verschillende soorten... ...topics besproken worden in mooie premium items. Nou, ook hier weer... ...de dingen die werken, die gaan we echt niet wegdoen... Uh, ...de piepshow... Blijft natuurlijk gewoon bestaan, is gewoon een hit. Uh, de premium reviews met drie man, uh, dat zal niet verdwijnen. Uh, de discussies over dat wat belangrijk is of leeft op dat moment, dat zal zeker niet verdwijnen. De research items, die zal ik nog zeker maken. Doku Kings vind ik gewoon hartstikke leuk. Blijf ik ook gewoon af en toe doen. Maar er gaan ook wat dingen bij komen. Bijvoorbeeld, uh, één keer per maand um, wil ik een interview, echt een goed een leuk interview over gaming. Dus echt de gamekant. kant Want een interview over nerd culture. Die zit dan in nerd culture. Maar achter over de gaming-kant. Dat kan de zakelijke kant zijn. Dat kan een developer zijn. Dat kan een e-sporter zijn. Eén keer per maand wil ik gewoon een mooi interview bij premium te zien hebben. Dus daar gaan we, voor, uh, daar gaan we heel hard aan werken. En dan um, hebben we ook iets. Ik weet, ja, laat ik het zo zeggen. We doen heel veel bij GameKings. We hebben het heel veel over games uh, en films en nerdculture. En heel vaak, en dat is ook belangrijk bij GameKings, zijn we kritisch. Heel vaak zijn we ook vanuit die kritiek negatief. Um, GameKings is een meningenplatform. Als wij games bespreken, dan is er altijd een verschil... tussen wat de een en de ander zegt. De een kan positiever zijn en de ander kan negatiever zijn. Nou, Die kritiek die gaat altijd blijven. Ik denk dat GameKings dat dat gaming groot heeft gemaakt en dat het belangrijk is. Ik vind dat heel erg belangrijk dat er nog in ieder geval één uh, zeer kritisch platform de gamesindustrie uh, in de gaten houdt wat er allemaal gebeurt. Want er gaat genoeg ook mis. Maar gaming is natuurlijk ook gewoon hartstikke positief. Ik bedoel, het lijkt wel alsof wij alleen maar negatief zijn. Dat zijn we natuurlijk niet. Er is ook heel veel positiviteit bij ons. We hebben het hier dagelijks eigenlijk over alle dingen die we ontzettend tof vinden. En die positiviteit, die gaan we nu gewoon eens samenballen in, uh, ja, in, in een rubriek die. 100% positief is. Dat mag dus niet. Het klinkt een beetje raar, maar dat vonden we eigenlijk best wel een uitdaging. Dat mag niet negatief over gepraat worden. En we hadden daar eigenlijk al een naam voor. Die hebben een, een verleden gebruikt. Het heet Warme Babbels. Uh, nou, Warme Babbels is dus eigenlijk uh, ja, de passie, de warmte die wij voelen voor gaming. En dat betekent dus dat we twee keer per maand uh, een Warme Babbels gaan organiseren, waarbij uh, drie prestatoren. Uh, die moeten wat meenemen naar de studio. En meenemen is niet fysiek, maar in de zin van een vette trailer. Uh, een game die ze herspeld hebben en die ze heel erg vet vinden. Uh, uh, een aankondiging die eraan komt. Maakt allemaal niet uit, als het maar positief is. Iets waar ze echt heel erg naar uitkijken. Um, en daar gaan we het dan met elkaar over hebben. Maar altijd vanuit die positieve weerslag. Dus waarschijnlijk zal het meer worden een vraag aan die presentator. Waarom vindt hij iets zo tof? Wat is er dan zo tof aan? Uh, gaat het allemaal uitkomen? Et cetera, et cetera. Dus een positieve vibe in Warme bubbels. En dat gaan we afwisselen. Met twee keer in de week, of uh, twee keer in de maand, een aangepaste versie van Trailer Trash. We gaan het Trailer Trash blijven houden, want uh, dat dekt eigenlijk wel heel goed de lading. En ik moet zeggen dat wegstemmen, dat blijft ook allemaal leuk. Maar we gaan, we gaan het me, uh, uh, de inhoud van de trailers gaan wat uitbreiden. Uh, tot nu toe deden we altijd games. Maar we gaan er nu ook films bij pakken, omdat we met FilmKings natuurlijk wat minder doen. Dus het kan ook zijn dat we bijvoorbeeld. Andere typen films er nu wel bij gaan pakken. Dus niet alleen maar de superhero-films, maar ook andere typen films. Series kunnen erbij. Het kan zijn een rele release van een bepaalde CD. Uh, het kan uh, de release zijn van een bepaalde sneaker. Uh, een, 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 een waanzinnig pretpark ergens in de wereld. Alles wat tof is of tof zou kunnen zijn. Daar zijn altijd wel trailers voor te vinden. En die gaan we presenteren. Uh, en dan is het gewoon feitelijk weer. Uh, vindt iemand iets tof of heeft hij er helemaal niks mee? Het geeft ons wat meer de mogelijkheid om, om het wat breder te trekken dan alleen gaming. Gaming zal er altijd blijven zitten, um, maar niet alles. We willen dat het wat meer gaat over het product van de game, van de trailer. Dan de kwaliteit van de trailer zelf. Want we merken gewoon dat heel veel trailers waren gewoon niet zo tof. En dan ga je op een gegeven moment alles wegstemmen omdat die trailer niet zo tof is. En heel veel trailers zijn ook hetzelfde. Wij willen eigenlijk meer het enthousiasme voor het product. Hebben we zin aan die film, aan die serie, aan die CD, aan dat optreden, aan weet ik veel, dat restaurant, speciale restaurant wat gehad, die arcadehal, uh, dat pretpark, die schoen. Al dat soort dingen, dat gaat terecht. In trailer trash. Dus dat wordt een kleine aanpassing. Um, dan heb ik straks nog één ding, die bewaar ik tot het eind. Eén, wat mij betreft iets, uh, het is een project. Ik ga ook nog niet zeggen dat het 100% zeker is, uh, omdat dit, dit is niet zo makkelijk is. Maar het idee is er wel en ik denk dat heel veel mensen bij Premium dit heel erg leuk gaan vinden. Ik ga namelijk nu even nog naar Twitch toe. Streaming. Um, ook hier, brieven maandag, einde van de week live. Blijft gewoon bestaan. Geheid dat we er gedurende het seizoen aan tweaken, want wij tweaken altijd. Als iets beter kan, als iets leuker werkt, dan doen we dat gewoon. Als er een vette game is uh, die het verdient om, uh, om daar een stream bij te houden uh, qua launch. Dan doen we dat. Is er een sponsored stream, doen we dat ook gewoon. Dus wat dat betreft, verandert het niet zoveel. Maar we gaan de vrijdag uh, weer aanpakken, we hebben natuurlijk heel lang de goede vrijdag gehad. Uh, dat deden we in samenwerking met LG. Dat is nu dan weer even voorbij. Uh, zo gaat het met campagnes, maar. Ja, die vrijdag dat voelt bij ons toch wel heel erg fijn. En um, we willen daarmee doorgaan. Alleen wij merkten dat wij het vooral leuk vinden om te streamen. En we merkten ook dat het voor jullie leuker was uh, om naar streams te kijken als er ook daadwerkelijk iets gebeurde, als er een verhaal was. Je weet bij einde van de week live wat je krijgt. Dat zijn al die verhalen die er gebeurd zijn die week, die nemen we door. Brievenmaandag, daar kunnen verrassende brieven bij zitten. Een game launch, logisch. Dat is een game waar iedereen naar uitkijkt. En als we die voor het eerst spelen, dan wil je dat zien. Maar gewoon hier gaan zitten om weet ik veel, een potje Apex of een potje Call of Duty te spelen. Omdat we de vrijdag moeten vullen. Dat voelde toch wat minder als GameKings. Terwijl wij, denken wij, uh, heel veel leuke ideeën aangeraakt krijgen vanuit de community. En ook heel veel ideeën hebben. Dus wat gaan we doen? We noemen dit even uh, de, uh, de vrijdag, ja, doe met me even de verrassing, de vrijdagse verrassing. En dat kan dan van alles zijn. Elke vrijdag gaan we met de redactie kijken van wat kunnen we doen met die vrijdagmiddagstream, wat verrassend is. Uh, en het hoeft niet verrassend te zijn om te verrassen, maar gewoon een insteek te vinden in een, een iets waarvan je denkt dat wil ik gewoon graag gaan zien. Dat kan dus inderdaad zijn dat een game op dat moment lanceert. Doen we dat gewoon? Het kan ook zo zijn dat we uh, dat Jelle naar de keuken gaat beneden en dat hij daar gaat koken en dat we daar een stream van maken. Uh, het kan zijn dat we een challenge tegen elkaar doen. Um, het zou kunnen zijn dat we een sneaker, een Game King sneaker gaan customizen live. Het uh, maakt me niet uit. Als het maar gewoon elke keer gewoon weer... dat je het gevoel hebt van... het is vrijdagmiddag. Wat gaan die jongens deze vrijdagmiddag doen? Welke stream krijg ik dit keer gepresenteerd? En altijd gewoon een beetje met de gezellige fun... van de vrijdagmiddag. Dan, tot slot, voor Premium. Uh, dit is een idee wat al heel lang leeft op de redactie. Iets uh, waar we met z'n allen het gevoel van hebben... dat zouden we heel graag weer willen doen... Ik wil nog niet te veel in detail gaan treden, omdat dit is eigenlijk iets wat we pas geleden hebben besloten dat we het willen gaan doen. En dat we, we gaan het nu opzetten. Uh, we gaan het produceren, maar dit is wel iets wat. Het, het, het moet echt vet zijn als we het ook definitief willen doen. Laat ik zeggen dat wat we willen is eigenlijk de spirituele opvolger. Van waar we ooit mee begonnen zijn, namelijk de tv-show. Die willen we weer terug gaan brengen. En wat dat dan gaan zijn en hoe. Um, dat is op dit moment nu even de vraag. Kijk, die tv shows met die trips uh, en, uh, en de, 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 dat zal het natuurlijk. Dat, dat, ja, dat, dat waren andere tijden. Maar dat wil niet zeggen dat wij nog een gevarieerd programma. Elke maand zouden kunnen maken. van pak een beet 25 minuten. Uh, waarin we verschillende onderwerpen behandelen op die typische GameKings manier. Uh, waarbij we wat meer naar buiten gaan. Waarbij je misschien wel weer sketches krijgt. Al dat soort dingen. Het zijn allemaal dingen die bij ons op dit moment aan het spelen zijn. En uh, daar zijn we nu aan bezig om dat te pre-produceren. Daan zal hier een zeer belangrijke rol in krijgen. Nou, iedereen die uh, regelmatig de items heeft gezien die we hebben gedaan uh, tijdens de trips. Vietnam, uh, Taipei. E3. Uh, Daan was daar degene die dat editte. Dat kan niet als geen ander. Nou, we hebben hem nu, dankzij de premiumbazen, uh, drie dagen per week op kantoor. En een van zijn, ding, zijn taken gaat dus zijn om ervoor te zorgen dat we dan maandelijks, aan het eind van de maand, uh, de spirituele opvolger van de tv-show weer terug hebben. En dat is eigenlijk een beetje krankzinnig dat. We deden al de te televisie, zijn we ermee gestopt. Omdat televisie wordt gewoon een beetje oudbollig. Bol, oude als als, als he, weet je wel, de MTV's en dat soort dingen allemaal. We zijn online gegaan en nu gaan we tv weer op online brengen. Misschien is dat 3.0 eigenlijk al. Zijn wij de tijd weer ver vooruit. En ik denk gewoon dat heel veel mensen die ons al jaren en jaren volgen. Die zijn natuurlijk allemaal groot geworden met die televisieprogramma's. Uh, en dat soort content hebben we tot nu toe nog niet. We hebben al met streaming laten zien dat we dat kunnen. Gewoon die shows maken met allerlei onderdeeltjes erin. Waarom doen we dat dan gewoon weer niet? In de vorm van een maandelijks item. Um, die een beetje weer die ouderwetse tv-lauwigheid terug gaat brengen. Op het premium kanaal. En um, laten we hopen. Of laat het ook even in de comments weten. Uh, wij denken dus dat dat voor heel veel premium leden echt heel erg leuk is. Iets waar ze elke maand naar uit kunnen kijken. Uh, want dan is hij daar weer. En wij hebben er ontzettend veel leuke ideeën over om dat te gaan doen. Daan heeft er ook heel veel zin in. Dus um, we gaan er druk mee aan de slag. Dat is dus de roadmap 2021. Er komt een shitload aan. Er komen ook nog een shitload nieuwe ideeën aan. We weten het allemaal niet. Wie weet, mogen we wel weer gaan reizen in de zomer? En dan gaan we dat gewoon weer lekker doen. Uh, veel onzekerheid. Eén ding is wel zeker. Bij GameKings krijg je gewoon weer vette content.